Goedemiddag, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. In de vorige aflevering zijn we naar Gusty Garden Galaxy geweest en dan zeg ik heel erg van Galaxy achter elkaar, maar dat maakt niet uit. En het bleek dus in één keer zeg maar dat daar een prankster comment was, waardoor dat we de aflevering moesten stoppen en dan maar die prankster comment gaan doen. Daredevil comment, leuk! De baas waar ik net heel erg veel faalde, die eigenlijk niks stelt vergeleken met Boltergeist, hebben we een Daredevil comment. Dit gaat leuk worden, maar niet heus. Voor jullie wel, voor mij niet. Ja, heel spectaculair, we weten het nou wel. Voor de mensen die het niet weten, serieus, kijk de rest van de Let's Play. Daredevil comment, je krijgt... Oh, sorry. Je krijgt maar één hitpoint, dus je kunt niet geraakt worden. Eén hit is instant death. Dus, konijntje zit weer in de problemen, dus we moeten weer het bunnetje helpen. De bunny buddy. Door onze gigantische hamster met een blauw schelp op zijn kop. Oké, nou, ga ik voor je neus lopen. Ik kom naar boven toe. Sla je tegen je sodemieter aan. Jij bent boos, want ik sla je tegen je sodemieter aan omdat ik je van je lunch weghaal. Nou en? Dat... Had jij niet eerder op die boom kunnen springen? Serieus, broodje gezond met logica's. En wil jij niet zo boos op me afkomen? Nou, sorry. Ik wist niet dat je quad werd. Quadcore, oké. Wat tegenwoordig eigenlijk nog niet eens met zo'n high technicale is, maar... Ja. Oh, wat ben jij eng. Wat ben jij een groot, big, boos beestje, zeg. Kom hier, ik wil je slaan. Voilà, in één keer. Ik faal met 3 hits, point, geval. En nou is het een Daredevil, waardoor dat het moeilijker zou moeten zijn. En ik haal hem in één keer. Dat is mijn logica, is mijn broodje gezond verstand. We hebben de ster. Gigantische hamster. Hamsteren! Goed, dus nu naar die ster waar ik eigenlijk in de vorige aflevering constant non-stop over aan het praten was. Vind ik eigenlijk best wel logisch dat het dan onze 50ste ster mag worden. Yay! Over 50 gesproken? Nee. Over 50 gesproken, ik kwam er vandaag achter dat ik dus zeg maar de 1650 subscribers heb gehaald. Dank jullie wel voor alle support. Echt zo gaaf jongens, echt. Heel erg bedankt dat jullie me zo erg veel helpen zeg maar, met het kanaal te laten... Pardon. het kanaal te laten groeien. Dat vind ik echt gaaf voor jullie. Dus heel erg bedankt daarvoor. En ik weet het. Ik krijg dan weer van de reacties. Ja, jij maakt zulke gave video's. Ik vind het eigenlijk best wel meevallen. Maar ja, jullie mening die vind ik het meeste tellen. Dus bedankt voor de compliment. Oké, nou al die golden coins moeten we hebben. En iedere keer als ik faal, dan telt dat als een death. Oké, ik heb nou nog 1 spin. En... Oké, die hebben we. Zoals je dus ziet, zeg maar, komt er dan een extra golden coin elke keer. En daarom is het dus heel erg belangrijk dat je elke golden coin, zeg maar, verzamelt. Doe je dat niet, dan hebben we een uitdaging. Kijk, net zoals nu. Ik krijg een Starbits. Spring op zijn hoofd. En nu zien we dus hier... Nee. Nu zien we dus hier... Een power-up ster. Kom op. Want dan moeten we dus zo snel mogelijk naar die kant toe lopen. Waar die golden chain chomp zit. Voordat deze ster is uitgewerkt. Golden chain chomp, kom hier. En die heeft een ster. Zoals ik al zei. Dat is de bonusster. Laten we nog een starbit verzamelen. Boom. Ah, echt? Ik wil er nog maar eentje breken. Laat alleen maar weer zien hoe weinig tijd dat je hebt. Oké, nou waar zit die ster? Het zou wel heel erg grappig zijn als ik nou daar per ongeluk daarin kom en dan zeg maar van de ster wegwarp of zo. Geef. Yay! Ik heb liever een B-ster, maar dat maakt niet uit. Nou, ik had net ook weer gezien dat er een nieuwe chapter is geëdit aan de storybook, dus die moeten we dan weer gaan voorlezen. Maar aangezien dat we pas 5 minuten in deze aflevering zitten... Juist. Kunnen we dus nog gewoon beginnen aan een extra level? Nee, ik wil niet 7. Waarom blijven we me dat elk spel vragen? Serieus, moet je wel een leuke 7? Volgende level, 26, waar is daar? Freeze Flame. Flame! Oh mijn god, het is Flame! Het is zo Flame. Flame. Freeze. Flame. Yay, mijn grapje, Flame. Niet grappig. Goed, wat is de ster die we moeten doen? The Frozen Peak of Baron Brr. Brr.
Oké, genoeg van die ongeveer. Goed, dus we hebben dus zeg maar een hele hete zon en een hele ijskoude donut. Oké. Volgens mij heeft de vriezer iemand... Volgens mij heeft iemand de vriezer te lang aan laten staan. Ik weet het niet waarom. Dus, vandaar de brr. Dus we moeten hier nou een of andere warpster zien te vinden, waardoor dat we van deze gigantische Hallo. Hey old man. Are you practicing how to skate too? Well, why don't we play a game? Can you catch me? Ik heb serieus volgens mij veel te veel Saw zitten kijken. Time for a little game. Time for a game of disappearing bears. Oké, dus wat we moeten doen is, we moeten dus achter meneertje Pinguïn moeten we dus aan gaan skaten. Wat heel erg makkelijk is. Alleen waar ik natuurlijk 3 uur over ga doen. Nou, ik heb... Oh, valt mee. Kimbe, van achteren. Ja. Not bad, old man, with skating skills. Wacht eventjes, waarom noem je mij oud? Hoe durf jij? Ik ben pas 20. Voor 6,5 jaar. Ja, maar je hebt al een snor. Ja, ik ook. Ik heb ook een snor. Ja, ben je oud? Ik haat jou. Even wachten, ik moet iemand in elkaar slaan. Nee. In ieder geval. Not bad, old man. With skating skills like that, you might have a chance. A small chance, maybe. But a chance. A chance van wat? Krijg ik nog uitleg? Weet je wat, vries jij maar vast aan deze donut, maakt mij niet uit. En ik ga gewoon hier naartoe. Dat het kan. Ik ga wel naar beneden glijden. IJsbaan, yay! Nou weet ik dat hier dus ook weer een secret to... Wil je stoppen met skaten? Zal ik heel erg een prijs stellen. Nou weet ik dat hier dus ook nog een secret to everybody zit. Dus nou hoop ik dat ik hier al gelijk de secret to everybody can finden. Zodat ik niet de hele aflevering zit te mouwen over een of andere secret. In ieder geval, we hebben hier dus een nieuwe power-up, de Ice Flower. Ice Flower die zorgt ervoor dat je dus zeg maar als je op water gaat staan, dat dat bevriest gelijk in een plateau. Waardoor dat we ons dus geen zorgen hoeven te maken over eventuele waterschade, omdat het water hier veel te koud is. Ik mis de oude Mario muziek eigenlijk weer. Uh-oh. Nee. Dit is koud. En dat is dodelijk. Logica's. Bleh. I was frozen today! Oh, kom op. Nee, niet in dat water. Oh, ik haat ijslevels. Ik haat waterlevels. Ik haat alle soorten levels. Oké, als ik me niet vergis. En dat doe ik toch altijd. Moet je zo snel mogelijk hier naar het plateau. Ja. Nee. Pak dat ding. Pak het. Pak het. Pak die paddenstoel, dank je. Ah, serieus, zelfs Luigi heeft schoenproblemen. Pak die ene pook. Pak het. Dank je. Jongen. Oh, schoenmatic. Oké, ben ik nou weer terug gewoon hier? Oké. Ik weet dat je ergens heel erg snel moest zijn voor een secret, maar ik weet niet meer precies waar dat op was. Dit is nou niet mijn definitie van snel. Maar dat maakt niet uit. Oké, we moeten hier op springen. Ja, hier. Volgens mij is dit de secret to everybody. Volgens mij heb ik hem. Want dit is niet de oorspronkelijke ster. Volgens mij ben ik hier een beetje aan het valspelen. En dat doe ik goed, want daar hou ik van. Ik hou van valspelen. Valspelen is leuk. Screw you, valspelen is leuk. Oké, nou. Nee, geen ice shoebats. Die zijn zo irritant. Oh mijn god, nee. Dit was een van volgens mij de irritantste sterren in het spel. Dit gaat leuk worden voor jullie. En irritant voor mij. Ik weet dat jullie het leuk vinden. Ik weet dat jullie mijn pijn leuk vinden. Binnenkort ga ik gewoon een spel spelen dat jullie niet leuk vinden. Ik weet dat jullie het heel erg leuk vinden om mij te zien gaan. Zubat! Jij bent zeer irritant. Referent naar mijn Pokémon... Doei. Naar mijn Pokémon Let's Play. Oké, nou. Oh, nou hebben we nog eens een keer die sting. Oh, daar heb ik zo geen zin in.
En ik weet het, er komen nog vele ergere sterren. Ik weet het. Oké, nou wat ik hier moet doen is zo snel mogelijk... Sterf! Oké, kom op. Ik weet dat er nog ergens zo'n sneeuwman zit. Would you wanna build a snowman? Oh, er zit hier gewoon al een ijsbloem, dus. Of een vuurbloem, dus. Waarom ben ik zo moeilijk? Oké, eerst even die zirkant op. Hoe kan ik die gewoon negeren? Ik negeer ze gewoon. De... Nee! Goed, poging 2. Daar komt die steen aan. Dan willen we een long jump doen. En dan komt dat. Nou ja, tenminste, ik ben niet kapot, Ski. Ik leef nog. Gedeeltelijk. Oh, ik herinner me dat ik hier zo vaak heb gefaald. Oh mijn god. Oké, even wachten. Even de tijd resetten. Wachten tot zo'n steen komt. Komt er nu aan. Pak hem. Long jump. En ga hier. Nee. Oké, kom op. Slopen die af. Zeg me niet dat ik hem nou nog steeds nodig heb, de vuurbloem. Zeg me niet dat ik die vuurbloem nog steeds nodig heb. Zeg me nou niet dat ik die vuurbloem nog steeds nodig heb. Ik wil niet naar beneden vallen. Niet naar beneden vallen. Oh ja, je moest wel waljumpen naar boven toe. Oké. En daar hebben we hem! Op de top van de ijsberg ligt de Secret Star waar we zoveel moeite voor moesten doen. Dit is niet de ster die we moesten halen, maar ik hou van moeilijk doen en daardoor hebben we een andere ster. Hoera! Leuk hè? Nou, voor de oorspronkelijke ster dan maar. Conquering the Summit. Daar blijkt het gewoon missie 3 te zijn geweest en blijkt het helemaal geen Secret Star te zijn geweest. Zouden jullie wel leuk vinden, hè? Nee, het is een secret ster. Oh, phew, touch the bullet there. Ik was eventjes bang omdat het namelijk een naampje had gekregen dat het... Nou, maakt niet uit. Goed, de oorspronkelijke ster, zoals je dus zeg maar ziet hier. Conquering the Summit is dus een secret hidden ster. En de frozen pick-up voor Baron... Gaan we dus nu verhalen. Dus ik ga heel eventjes terug naar het punt waar dat we, zeg maar, die kant op zijn gegaan. En ik ga eventjes weer een pingwing vangen. Ik ben zo bij jullie terug. After these messages. Oké, dit is dus de fork in the road. De gespleten pad. Wat we dus hier moeten doen is, we moeten hier dus om geboond worden door een Goomba. Serieus? Ja, ik heb de super mushroom niet gepakt. Ik hou wel een uitdaging, dat weten jullie ondertussen wel. Dus dan moeten we hier dus omhoog klimmen. En dan ga je dus zeg maar wel richting de oorspronkelijke ster. Dus dat is het enige verschil wat we hier zouden moeten doen. Ga weg. Ik vind die beesten zo irritant, hè. Ze bevriezen je, ze stinken, ze zijn lelijk. En ze roken. En je weet het, roken is slecht. Dus... Al moet ik wel zeggen dat ik het wel een beetje een leuke sfeer vind hebben, deze stage. Ik bedoel, het heeft zo'n een leuke sfeer en al, want ja, het is toch sneeuw en alles. Dat we hier ondertussen kapot aan het gaan zijn van de hitte, daar niet van. Maar volgens mij moesten we hier snel wezen. Ja, hier hebben we hem nodig. Oké. Nou, en dan komen we dus bij onze Baron Burr. Ook wel zeggen, als ik nou geraakt word omdat hij toevallig mij aanvalt, of omdat we in een cutscene zien, dat zou wel heel erg vreemd zijn geweest. Oké, dus wat we moeten doen is, we moeten hier die ijsflauwen zien te pakken en dan moeten we zo snel mogelijk omhoog klimmen om hem dus zeg maar een lesje te gaan leren. Dus skate naar hem toe, ontwijk zijn ijsbalkanonnen. En als je dit dus goed doet... Oh, hij is zo doet niet mij dat knap. Als je dat dus goed doet, dan kun je hem dus in één keer raken. Nou, ik doe heel eventjes mijn timer resetten. Hallo, dank je. En als je dus zeg maar boven bij hem staat, kun je hem dus zeg maar gelijk 3 keer raken, waardoor dat je dus niet 3 keer dit hoeft te doen. Wat een voordeel is, als je mij vraagt. Dus, hij doet een ground pound. Oh, nou, hij is zijn kracht kwijt. Hij is zijn kracht kwijt, ik sla jou. Oké. Concentratie. Dan heb ik al 2 keer geraakt en ik ben nog in 1 keer naar beneden gevallen. Kan ik deze speedrun doen?
Kan ik hem doen? Nee. Baron Brr is dus naar... Want ik ben way too hot. Or too cool. Ik weet het niet. Dat zou leuker zijn geweest als deze stage gewoon hot or cool hadden genoemd ofzo. Do you like this stage? It's hot. It's cool. It's not. Oké, nou we hebben in ieder geval weer een ster erbij. En ik denk dat ik daarbij, omdat we dan toch zeg maar 2 sterren in een nieuwe wereld hebben gehaald. En nog eens 2 sterren hebben gehaald in Gusty Galaxy. Toch weer 4 sterren hebben gehaald in deze aflevering. Denk dat ik dat netjes ga afsluiten. Voor de mensen die het verhaal heel erg interessant vonden van Rosalina, blijf nog heel eventjes plakken. Want we gaan nou dus eventjes naar de storybook. Voor de andere mensen die alleen zeg maar de gameplay leuk vinden. Dank ik jullie alvast voor het kijken. Laat natuurlijk een like achter als je daar tijd voor hebt. En heb je het leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Dit was ZeldaPlay 20. En ik ga maar eens voorlezen. Dus voor de mensen die dat niet interessant vinden. Tot morgen voor een nieuwe aflevering. Doei! En nou tijd voor een verhaaltje. This is the bedroom. Ja... Een verhaaltje. Een verhaaltje gaan we voorlezen. Waarom ook niet? Let us begin. Chapter 6. Friends. Then one day, while the girls sat sipping tea, a tiny apricot-colored planet appeared on the horizon. From the planet, another Luma of the same color emerged. Do you know each other? The girl asked the two Lumas, gleefully. Despite the girls' excitement, they seemed uneasy. The two Lumas neither drew closer nor backed away from each other. Instead, they just stared. Then one Luma broke the silence. My mama. At once the apricot Luma parroted back. My mama, my mama. My mama, my mama. The two Lumas began to dance around the girl fantastically, and neither showed any signs of stopping. The girl was so charmed by this adorable scene that she couldn't help but laugh, and that's when something very strange happened. Suddenly, more Lumas began to pop out from the apricot planet. They all were different colors, but they all shouted the same thing. My mama! My mama! My mama! My mama! My mama! The sight of all the shouting Lumas only made the girl laugh harder. What am I going to do with all these children? The Lumas just started blankly as they doubted over laughing. I guess we'll have to name each and every one of you. Tomorrow... Tomorrow, once she had finished naming them all, she would begin moving all the Lumas into the new house. Yay! That should do it for today. Tot morgen iedereen. Doei!